Hoe voel je? Koud. Ik ben al vreselijk. Het is de manier waarop je die tweede plek hebt behaald in de Ster van Zwolle. Dat was samen raketten. Na onze podiumplek in de Ster van Zwolle willen we meer. De eerste etappekoers staat op het programma. Een vijfdaagse wedstrijd dwars door Nederland. Kunnen we het eindklassement van de Olympiastour binnenslepen? Dit is onze jacht op geel. Goedemorgen. Waar zijn we? Bij de Olympiastour. En die start dit jaar vanaf het TT-circuit in Assen. De Olympiastour bestaat uit 5 dagen. Begint woensdag met een tijdrit in Assen op het TT-circuit. 9 kilometer, dat is kort, maar dat moet zo 100% zwaar. Gaan we 2 rondjes tijdrijden. En dat is 9 kilometer. En daarmee trappen we deze meerdaagse. Dan trappen we hier af. En de laatste dag is in de Zuid-Limburgse heuvels, de etappe Beek-Beek. En ertussenin is het echt een Nederlandse wedstrijd met dijken, smalle wegen. Het is meestal een wedstrijd waar de verschillen heel klein zijn. Dus het is altijd wel een hele spannende wedstrijd voor het algemeen klassement, voor de gele trui. Ik denk dat Olympiastour een hele rijke geschiedenis kent met veel grote namen. Thomas Dekker, Dylan van Baarle, Dumoulin. Ja, en ik natuurlijk. Dus ja, als je hier op het erelijstje kan staan, dan sta je in een mooi rijtje. De doelstelling van het team is in de gele trui te rijden. We kunnen Olympiastour winnen. Behalve etappes kunnen we ook het algemeen klassement winnen. Maar het allerbelangrijkste in Olympiastour is dat we als team gaan groeien. Want we zijn een heel jong team, nog maar net opgestart. En dat geeft bijvoorbeeld in de Ronde van Drenthe helemaal mis. Koud en nat en het regent en het is heel lang uitgesteld. Maar wel een warm welkom bij de Ronde van Drenthe. We hadden al gezegd dat het koud is hier. Het is fris. Het is fris. De koers ingekort vandaag. In plaats van 4 keer de Van Berg, 2 keer de Van Berg. Geen kasseien. Dat is ook jammer. Ja, zonde. Maar verder gaan we een mooie koers vandaag. Wat genieten. Niveautje hoger hè, dan de Ster. Ja. Even een kleine uitleg over de niveaus van de wedstrijden. Zoals je weet zijn er 3 profniveaus, maar zijn er voor het gemak 4 koersniveaus. Deze zijn te herkennen aan de codes die elke koers heeft. Je hebt punt 2 koersen, punt 1, punt pro en punt witte. Hoe hoger de koers, hoe hoger het niveau van de deelnemers die meedoen. World Tour teams zoals Jumbo-Visma en Team DSM zijn verplicht om mee te doen aan elke World Tour koers. Maar mogen meedoen aan de punt pro en punt 1 koersen. Wij mogen als continentale ploeg meedoen aan de punt 2 en punt 1 koersen en met een wildcard aan de punt pro koersen. Om te zien of een koers een eendaagse of een meerdaagse is, kijk naar het cijfer voor de punt. Een 1 staat voor een eendaagse koers en een 2 staat voor een meerdaagse koers. De Ronde van Drenthe is een 1.1 koers met onder andere Jumbo-Visma, DSM en Lotto Destiny aan de start. Top, zie. Mooie dag. Mooie dag vandaag. Heel veel succes. Het is een stuk kortere koers. Ja, we zitten vlak voor de Van Berg, dus ik denk dat het straks echt wel een spektakel gaat worden. Dat de eerste schifting gemaakt gaat worden. We hebben een gast vandaag. Special guest. Op een hekje op de Van Berg. Ja. Wat wil je nog meer? Doen ze het? Goed hè, koud, afzien. Afzien voor ze hè? Zeg afzien. Die koppen man. Ik vind het eigenlijk wel lekker dat die fanfare even stil is. Nou, heb je weer pech? Godzijdank. Wat is de actuele koerssituatie? We hebben nog 3 man mee in het voorste groep. De Spelon is denk ik nog een man op 30, 40. Ja. Thomas, Joren en Abraham. Ja. Aan de Kom op! Dankjewel hè? Ja hoor. Was echt mooi. Goed zo. Wat is je favoriete nummer eigenlijk? Barry. Drenthe was een ja, wel echt een loodzware koers. Het is een rare koers hoor. Nou hè. De renners zitten achter, echt van de kloten hè. Ja, we zaten niet echt in de wedstrijd als team. We kwamen totaal niet voor in het stuk. Wat eigenlijk in Zwolle super goed ging, lukte in Drenthe totaal niet. Hij weet het, per strand Hagenes. Hij wint de 60e editie van de Ronde van Drenthe.
Een heerlijke overwinning voor hem. Wat een koers, man. Hoe voel je je? Koud. Ik ging staan en alles verduurt al. Gewoon een slechte dag. Wat een dag. Veel te ver op de Vanberg. Ja? Ja. Mijn eigen schuld, staan bij water. En Harry. Ja, toch. Baal jij? Ik baal vreselijk. Maar het is ook wel eigenlijk wel waar ik... proces wat wel bij ons hoort natuurlijk. Het is vorige week super goed gegaan. En nu word je gewoon serieus wakker geschud. Wat er nou moet gaan gebeuren. Dat is een beetje nou wat door mijn hoofd gaat. Dus ik neem de jongens ook niks niet kwalijk. We zijn vandaag geen één seconde één team geweest. En dat team zat in de bus hier. Jullie waren constant aan het omdenken. Maar op het moment dat jullie de camper uit dit zijn gestapt, ging alles alle kanten op. En werd het vuurtje bij jullie zelf, liet jullie zelf doven. Ik denk ook allemaal dat we al eerder in het koers samen hadden gezeten. En dan blijf je makkelijker daar vooraan. Dat is precies wat Kevin ook zei. Ja, oké. Gelukkig hebben wij wielrenners elk weekend een nieuwe kans. De rest, jongens, iedereen is heel over finish. En sowieso al aanstaande vrijdag de Bredene Kokzijde Classic alweer op het menu staan. Het voelt nu wel echt, hè? Tussen de bussen van UAE en Trek. We gaan nu in plaats van wielrennen, gaan we koersen. Maakt niet uit. Ik bedoel, we hebben een mooie camper, maar het voelt toch wel een beetje als het kleine broertje voelen wij hier nu. Positief. Goeie vibe. Goeie vibe. We hebben Jordi Boys. Het is wel iets anders dan het gemeentehuis van Emmen, hè? Maar waar hebben we Assen? Emmen. Ik weet niet meer. De Bredene Kokzijde Classic. Bijna 192 kilometer lang, start en finish in West-Vlaanderen. 5, 4, 3, 2, 1. En leuk om een Nederlandstalige kopgroep hier te zien. Anderhalve Nederlander en twee Belgen. Je hebt het daarover Thomas Kopecky. Ja, woont zijn hele leven al in Nederland. Dat is het doel van vandaag, hè? Kopgroep hier. Kopgroep pakken, als team rijden. Ik had ook een beetje het gevoel na afgelopen weekend dat we gewoon niet goed hadden gereden. Zoals we in Spanje ook al hebben verteld, zeg maar, deze ploeg is samengesteld op basis van een heel duidelijk idee. Namelijk dat we renners kiezen die uiteindelijk met z'n allen samen heel erg sterk kunnen zijn en daarmee de koers naar hun hand kunnen zetten. Het niveau in Drenthe ligt hoger qua renners. Dat is zo. Dat moeten we ook gewoon. Dat is zo, het is moeilijker. Ja. En... Ja. Alleen ik vind niet dat dat een reden mag zijn dat wij niet aan ons plan kunnen houden. Ja, tuurlijk, in Olympia, morgen gaan we het echt lastig hebben als we op het moment in de finale en de beste gaan. Dan gaan we in de moeilijkheden komen. Dat is anders dan Olympia's Tour of Ster van Zwolle waar wij de koers kunnen maken. Dus dan kunnen we dat ook achterlaten. Het is een harde les, maar we kunnen het gewoon niet weglachen. Er is iets gebeurd en dan gaan we mee verder. Het is de manier waarop je die tweede plek hebt behaald in de Ster van Zwolle. Dat was samen raketten. En als dat morgen een 23e plek is, maar dat is samen raketten geweest, dan hebben we die hele grote stap gemaakt. En dat is het plan dus. En ons doel in Breda was om met twee man in de eerste ontsnapping te zitten. We wilden graag dat er twee man van ons mee zat. Bij uitlooppogingen, dan moet gewoon twee man mee. Ik kan daar een voorkeurspositie, maar de koers loopt anders, er moet twee man mee. En als laatste, waar Hugo mee is begonnen, denk morgen als team. Weet je wat nog leuker is dan één man in de kop? Laat maar aan. Twee. Twee man in de kop. Abraham gaat het proberen. Abraham die sprong er nog wel achteraan en die zat eigenlijk net in de chasse-patat. Die kon helaas net niet aansluiten. Weet je doorheen of niemand? Ja, ik denk dat je stuk rijdt. Wat? Ik denk dat je stuk rijdt. Ja. Maar ik kan met bidonnen nemen. Jazeker. Jazeker. Jullie hebben alle tafels gehaald. Ja. Kan altijd beter. Hey, de koers is nog niet gedaan, hè? Ja. Heel goed, Abraham. Straks. Bas, wat is de status in de koers? De status in de koers is dat we iemand in de kopgroep hebben, zoals het plan was. Want nu moeten ze zeg maar zorgen dat ze zoveel mogelijk voorsprong behouden. Dus nu kregen ze nog één keer deze beklimming. Pittig ding, hè? En dan, ik had er nooit van gehoord, maar wel vrij pittig. Het mooiste is als ze wegblijven met z'n vieren, maar... Maar dat scenario is niet heel waarschijnlijk. Thomas.
dan moet je gewoon als een van de eerste opdraaien om mee te kunnen zitten. Joran die zat wel mee bij een poging op de Camel. Maar alles werd op het vlakke stuk in het derde deel van de wedstrijd teruggehaald. Voilà. 140 kilometer op kop, zoiets. Maar deze vier worden nu ingerekend door het peloton. Dat was hem. Dat was hem. Goed gedaan, man. Goed gedaan, man. Dus toen draaide het uit op een sprint. En dan hoefde ik eigenlijk niet eens wat te zeggen. Of er werd al als team gereden, mij in positie gebracht. Het was super mooi om die jongens echt tussen die gasten te zien knokken. Bij DSM hebben ze alles perfect op orde voor Welsford. Dit is een grote baan, dit is de laatste bocht, hè? Van Herbergen die moet nu met de Merlier komen. Dat is vrij laat, want we hebben nu nog één bocht. Nog één bocht naar rechts. En dan zijn we in de laatste rechte lijn met een gerokken peloton. Nu is het aan Akkerman zelf. Kan Thijssen daar nog voorbij? Of is het Pascal Akkerman voor de overwinning? Nu probeert Thijssen nog te komen. Thijssen of Akkerman het is. Ja! Thijssen. Zeg het maar, Draxel. Thijssen. Thijssen. Lekker, man. Zo. We zaten echt met veel erbij, man. Echt knap. Zo Martijn top 10, top 15 of zoiets. Maar dan echt kort achter zat Joren al. Abraham zat er nog bij. Ik dacht, we gaan nog een keer naar iemand naar Elf, hè? Fantastisch, man. Echt. De gastvorman die rijdt over de retonde en zijn ketting flikkert eraf. Ja? Die laat 10 meter op die groep sprinters. Hey, maar het zag er wel goed uit, hè? Ik zit wel gewoon met 5 mee, hè? Ja, iedereen zat gewoon bij elkaar, echt netjes. Ik denk dat we hebben laten zien dat we niet echt bang hoeven te zijn en gewoon initiatief kunnen gaan nemen. Hier hebben we ook net als ploeg echt een super mooie prestatie neergezet en als team met elkaar kunnen rijden. Dat is wel echt mooi om ook te zien. Hoe staan jullie? Breng het. Goed. Ja, van die details, zeg maar, als Martijn net ergens voor of achter, dan word je misschien 5e in plaats van 10e. Maar voor de rest, voor de wedstrijd, was het gewoon supergoed. Maar ik zag zo een paar keer mee op de streep nog even met z'n allen voorop. Dat was het doel, hè? Ja, en ze reden geformeerd. Dus, ze hadden vandaag 5 targets. Die hebben alle 5 hebben ze vol in een bullseye. Ik kan alleen maar zeggen, echt waar jongens, ik ben super trots op jullie. Provincia. Applaus voor jullie. Waar gaan we nou naartoe? Nou, Olympia. We willen de lijn voortzetten die we nou de afgelopen weken hebben getrokken. En ik denk dat we allemaal heel erg gebrand zijn om onszelf te laten zien. Deze Olympia Tour gaan we weer rijden als één team. En ik vond het gewoon super mooi dat jullie allemaal in jullie ambities hebben geschreven. Dat jullie elk beetje daarmee in je gevoel bijna in 2-strijd komt. Ja, ik wil eigenlijk wel die gele trui pakken, maar ik vond het teamrij ook wel mooi. Ik wil die sprints van me wel winnen, maar moet het team ook. En hetzelfde zeg jij. En daar ligt die hele mooie lijn die wij het hele seizoen gaan bewandelen, omdat wij namelijk altijd met elkaar blijven communiceren daarover. Dus ik denk dat we hier echt met de ambitie staan om deze wedstrijd te winnen. En dat begint vandaag bij etappe 1 in de tijdrit, waar de ambities gewoon heel hoog zijn. Oh. Welkom in de TDT Unibet Pitbox. We zijn vandaag nummertje 7. Ja, maar, ik zat al even te zoeken. Maar je mag niet roken en wij zijn nummer 7. Goed. Dan gaan we even kijken naar de fietsen. We gaan onze renners straks een warming-up doen. Pittige warming-up is belangrijk. Even door alle zones heen. Het bord, ja, jij praat ook echt alsof je alles weet. Het bord met de start. Tuurlijk jongen, ik ben in training met Jacques. Ik weet nu alles. Starttijden. Waar is Bas boven? Nou, Bas wil graag in de regen fietsen. Dat vindt hij leuk. Bas wordt graag nat. Nee, dat is niet waar. De renners hebben eigenlijk gezamenlijk besloten wat de volgorde wordt van degene die gaat starten. En aangezien het gaat regenen, wil Bas als eerste. Zodat hopelijk, als Thomas, en misschien zelfs Joren, misschien zelfs Jordi, dat het dan droog is. Maar hij stelt zich nu al op als wegkapitein. Ja, hij stelt zichzelf nu al weg en het moet nog beginnen eigenlijk. Vind ik mooi. Hoe belangrijk is deze 10 minuut 30 per renner? Voor het klassement. Dat weten we aan het eind. Want het kan zijn dat het om seconds gaan, dat is super belangrijk. Het kan ook zijn dat morgen alles in groepen en dan gaat het om minuten en dan denk je, ja, dat maakt eigenlijk niet zo uit. Maar voor de mensen, voor het klassement is dit vaak al wel een beetje belangrijk. Want die zijn elkaar gewagen en dan zijn die seconden zijn best wel moeilijk. Een spannende kopje straks. Bij Joren en Thomas wel, bij jou niet? Iets relaxer. In de volgende aflevering begint onze jacht op het geel met de tijdrit. Dus tijdrijden en Tietema, ja, dat gaat fantastisch samen. Hij bijt hier een spits af, dus voor TDT Unibet, Bas Tietema uit Zwolle.
Wil je onze Olympiastoer op de voet volgen? Op Instagram en Twitter plaatsen we live updates van deze wedstrijd.